Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze video. Een kleine update video over Rollercoaster Tycoon World. Het is één ding zeker dat deze fantastische game dit jaar gaat uitkomen voor de PC. En wat we eigenlijk nog niet weten, dat is, wat een hoop mensen misschien nog niet weten, dat moet ik er eigenlijk maar zeggen, is dat de ontwikkeling over is gegaan naar een nieuwe maker van de game. Het is heel apart, maar tegenwoordig is Aria 52 Games, die gaan het overnemen en die gaan de game ontwikkelen verder. Dus die gaan vooral het online gedeelte fixen en we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Het enige nadeel van hun is dat hun hebben aangegeven dat ze niet heel erg gaan luisteren naar de fans. En dat vinden wij jammer, want Rollercoaster had beloofd dat hun zouden luisteren naar de fans. En er is zelfs een Rollercoaster Tycoon forum gemaakt op de officiële website, waarin je dus ideetjes kan brengen over Rollercoaster. En zelfs ik heb een topic aangemaakt. En dat topic dat houdt in dat ik een idee had om first person mode in de game te zetten. Dat je bij elkaar online, bij elkaar in het park kan lopen. Dus heb je een pretpark gebouwd, dat je dan in first person view door het park heen kan lopen. En een hoop mensen waren het met me eens dat dat een heel goed idee was. Dus wie weet gaan ze dit uitvoeren. Maar als het aan Aria 52 Games ligt, dan kijken ze daar, als het goed is, niet naar, maar dat hopen we natuurlijk wel. Er zijn een aantal screenshots weer gekomen op internet die ik met jullie wil bespreken. De eerste screenshot is misschien wel merkwaardig, maar het idee is, zal dit ook echt zijn dat er via een monorail mensen naar je park toe worden gehaald? Een klein beetje idee wat Theme Park World vroeger had. Theme Park World die bracht natuurlijk met een boot en met een trein uit mijn hoofd, sowieso met de boot en de bus, maar ik weet niet of een trein erbij was, volgens mij niet. Maar via deze twee voertuigen werden de mensen gebracht naar het park om je park te bezoeken. Het is natuurlijk leuk als ze een monorail, dat die monorail voorbij komt en dat daar ook wat mensen in zitten. Dat maakt het natuurlijk wel uniek. Maar dat is op de screenshot te zien als wij inzoomen op de buitenkant, want je ziet duidelijk dat het groene terrein is afgeschermd. En dat betekent dat dat het gebied is waar je in kan bouwen. De volgende screenshot is wel heel apart. We zien namelijk dat iemand iets heeft nagebouwd van een screenshot uit Rollercoaster 4. Aan de linkerkant zie je dus Rollercoaster 3 en aan de rechterkant zie je Rollercoaster Tycoon World. We zien erin dat de Ferris Wheel, oftewel het reuzenrad van het Wilde Westen, is nagebouwd. Zoals je ziet heeft het het is een redelijk hetzelfde gebleven. Alleen natuurlijk wat veel meer details en dat is ook wat Rollercoaster World gaat bieden, meer details. Je ziet dat de cactussen zijn veranderd, de bankjes zijn natuurlijk anders, het is gewoon een totaal andere game. Maar nog wel een beetje die rollercoaster feeling en dat is belangrijk dat ze dat hebben gedaan en dat ze dat houden. De laatste screenshot wordt eigenlijk weer gebaseerd op reuzenrad, het is toevallig, maar dit is de nieuwste screenshot. We zien hierbij een reuzenrad, een van de grotere reuzenrads in de game. Die ook gedetailleerd is. Het ziet er schitterend uit, maar dit is de allernieuwste foto die is gebruikt. Het is heel apart, omdat we natuurlijk verschillende ingangen zien, lijkt het net. We zien namelijk in het midden zie je twee soort ingangen. En dan loopt een rood paadje loopt dan naar de karretjes. En is dat nou de uitgang of de ingang? Er zijn in ieder geval twee uitgangen, heb ik het gevoel. En of de ene kant is ingang en de andere kant uitgang. Het is een beetje apart. Maar de mensen zouden dus kunnen uitstappen in het midden. Het is voor mij nog niet heel duidelijk. Maar het ziet er wel heel erg vormgegeven leuk uit. Ik hoop ook dat je dat gras aan de voorkant, waar die paar bloemetjes op staan, dat je die zelf kan aanpassen en zelf thematisatie kan toevoegen. Of in ieder geval wel planten kan toevoegen. Het zou zonde zijn als dit het standaard wordt, want die planten blijf je dan altijd zien. Maar je kan natuurlijk ook heel leuk met elkaar. Ik vind de hoogtes, qua hoogteverschillen vind ik het zo leuk gedaan. Dit moet gewoon gaaf worden. En ik kan niet wachten op nieuwe screenshots. Geef vooral een like aan deze video als je wat meer informatie hebt gekregen door mij. En wanneer er weer nieuwe screenshots komen en nieuwe informatie, zal ik het jullie melden via een video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!